gedipt in mijn russelpak. Tas op mijn rug en start op mijn hustelpad. Telefoon trilt, trilt en we lullen strak. Geld in mijn zak, als hij de spullen had. Afgesproken tijd, afgesproken plaats. 10 minuten later, was die gozer daar. Bekend als de man die die codes kraakt. Ik weet niet hoe die heette, maar ze noemden hem de baas. Er werd gezegd dat hij niet heel veel zei. Daar kwam hij aanrijden in zijn zwarte 745. Ik was waarschijnlijk klant 4 tussen 3 en 5. Want haastig zei hij, stap in, we hebben niet veel tijd. Hij zei, ik geef je 2x 17, dat is 34. En ik denk bij mezelf, dan zijn we een ton verder. Maar eerlijk gezegd, dat ik erop gerekend. Het kost wat als je met de top wil spelen. Met pijn in mijn hart, gaf ik hem de sporttas. Vol met bankbiljetten in een zoetse blaasdropdas. Vuur in mijn ogen, hij zag dat ik dorst had. Hij zei, jonge man, ik hoop dat je oppast. De meesten die dit doen, gaan 3 rondjes rond de kerk. En de pa die gaan vliegen, zijn niet vies van het vuile werk. Ik zei, meneer, ik doe dit al een aantal jaren. Ik ken de smaak van mijn bloed, zweet en tranen. Hij zei, dat kan wel wezen, maar nu pas kom je langs hier. Zoals je zelf al dacht, je bent klant 4. 4 van de dag, de kleinste van de week. Dus absorbeer als een spons als ik tot je spreek. Echt waar, ik heb ze zien komen en gaan. En er zijn er maar een paar die dromen leiden in de juiste baan. En voor velen is dit niet de juiste baan. Want juist de koele kikken smelten met de lichten aan. Dus hou je hoofd helder en blijf positief. Niemand wil je in het veld, dus accepteer je brief. Ogen open, je ziet wat je ziet. En je ziet het glas helder, anders was je hier niet.